Naast wie staan we hier? Naast Arie Volgering. En die komt uit? Langerer. Geboren en getogen? Geboren en getogen in Langerer. We hadden vroeger een schoenwinkel met reparatie. En ik was daar de vierde generatie in. Zo, dan gaan we heel in terug. Dus dat heb 160 jaar heb dat bestaan. Ja. Helaas is daar ook een eind aangekomen. 5 jaar geleden een eind aangekomen. Toen ben ik gepensioneerd en we hadden geen opvolging. Henry ging niet door. Henry ging echt niet door. Die ging het echt niet doen. Dus dat is, was wel jammer. Dus er is een eind aan gekomen. Hoeveel jaar gaan we terug naar uw geboortedatum? Dat is 17 jaar terug, 1942. Hoe zag Langerer er toen uit? Nou, dat was dus een lintbebouwing. Met aan de plassenkant dus een dijksloot. Met allemaal dus bruggetjes erover. Die sloot is in begin jaren 50 het eerste gedeelte gedempt. En de bruggetjes zijn weggegaan. En het tweede gedeelte is van de kleine brug naar de grote brug gedempt. En toen is het van Fransen naar het Witte Huis, dus van Gerrit Mank, is toen ook de sloot gedempt. En toen zijn alle bruggetjes uit Langerer verdwenen. En dat is toch wel jammer als je nu terug zou kijken naar de historie van de bruggetjes en de lintbebouwing. Het hoort er eigenlijk een beetje bij, maar helaas, het is weg en het komt niet meer terug. Hoe is Langerer ontwikkeld volgens u? Nou, Langerer was dus vroeger dus land- en tuinbouw. Nu natuurlijk niet meer. Men is dus bijna natuurlijk daar niet meer mee verbonden. Er zitten bijna geen andere tuinbouwbedrijven meer. En de tuinbouw bestond vroeger natuurlijk uit augurken en bonenteelt. Vandaar dus de inleggerijen. We hadden dus de dat was vroeger Mank. Later werd het de ZAI en later werd het Artito. In de volksmond van Langerer het Zuurhok. Dus dat weet iedereen dus waar het dus dat is allemaal dus verdwenen. Als we dan natuurlijk ook terugkijken, natuurlijk na de oorlog, de wederopbouw, hebben we dus gekregen in Langerer. De eerste woningen die gebouwd zijn, er zijn dus 5 blokjes van 2 aan de Woudsdijk. En ik weet dus, mijn vader en mijn moeder waren 12,5 jaar getrouwd. En toen hebben we een stukje in de Leidse krant gestaan. Hoe moet deze wethouder die 5 woningen onder zijn 6 kinderen verdelen? Dus dat vraagteken is altijd gebleven. De tweede groepje woningen wat gebouwd is, is dus de Kuil in Langerer, vroeger het Ebradal. Dat zijn dus de eerste nieuwbouwwoningen. Het grotere project wat dus gebouwd is, dat is dus aan de zuidwestkant van de Langerse kerk. Dat is de Van Dijkstraat, de Roberstraat en de Halkenstraat. En die zijn dus eind jaren 50 gebouwd. En daarna is dus de Langerer steeds verder uitgebreid. Maar het jammer is natuurlijk dat er de laatste jaren natuurlijk een stilstand in de woningbouw gekomen is. En dat is economisch natuurlijk niet zo goed. Men heeft ook gezien dat de winkels weggetrokken zijn. We hebben bijna geen winkels meer. De bus is gestopt. Gelukkig hebben we een dorpsraad. De bus komt weer terug als het goed is. Dus we krijgen weer openbaar vervoer. We zijn er 20 jaar van verstoken geweest. En dat is dus toch allemaal wel jammer. Want zo zie je het dus eigenlijk steeds meer dingetjes afpakken. En de vergrijzing neemt steeds verder toe. De voetbalvereniging Altior gaat natuurlijk verplaatst worden naar achter de tennisbanen. Ja, daar gaat dus woningbouw op komen. He, en dat is dan te hopen dat dat door gaat zetten. Het economisch tij is natuurlijk niet gunstig. Om dus toch weer wat leven te gaan krijgen in Langerer. He, we hebben ook dus sinds kort een dorpsraad gekregen die dus allerlei plannen dus ondersteunt. Waaronder ook dus onder andere natuurlijk de bus weer terugkomt. He, en die zorgt natuurlijk ook wel om dus de bepaalde dingen aan te gaan kaarten. Dat Langerer dus toch wel leefbaar blijft. En ook sociale contacten met het verenigingsleven in stand blijft houden. Want hoe meer men gaat vergrijzen, geen jongeren meer, dan komt een voetbalclub komt in de problemen vanwege dus geen genoeg leden meer. En dat is dus weer te hopen dat er dus spoedig toch weer wat nieuwbouw gaat komen. En dat er dan dus toch weer de vereniging ook weer gestimuleerd gaat worden. Hoe omschrijft u de Langerader als persoon? Als gastvrij en toch sociaal heel meeledend met elkaar. Het is één hechte gemeenschap. Dat is echt Langeraars op en top. Wat vindt u echt kenmerkend aan Langerer? Onder andere natuurlijk het verenigingsleven en ook het sociale contact wat ze met elkaar leeft en heerst onderling. En dat is dus ook zeer belangrijk, want er is ook bijvoorbeeld een muziekvereniging die dus bloeit. Er is ook een toneelvereniging. En dat zijn toch allemaal verenigingen die de mensen bij elkaar brengt. En dat is toch een heel mooi gegeven om dat in stand te houden in Langerer. Vele kernen zijn jaloers op Langerer. Als daar een feest georganiseerd wordt, dan lukt het nog. Ja, want we hebben dus natuurlijk onder andere een braderie.
Dat dus, die is ontstaan in 1979. Toen heb de hele Langerhuizenweg opengelegen voor een nieuwe riolering. En dat heb heel erg tegengezeten. We kregen een hele beroerde winter. We zaten dus in de modder, in de puin. En toen dat allemaal klaar was, toen hebben we dus als middenstanders gezegd, we willen dat toch wel een feestje geven. En toen is er een kleine braderie opgezet met 40 oud-Hollandse kramen. En dat was dus een groot feest. En de braderie is steeds verder uitgebreid. En die leeft nog steeds. Het is een soort reunie voor Langeraar. Daarnaast hebben we ook de kermis met de oranjefeesten. Met de tent die dus alle avonden heel goed bezet is. Dus dat blijft leven en dat is dus typisch Langeraar. U bent u zelf een schoenmaker jarenlang geweest. Bent u een van de bekendste Langeraarders? Dat weet ik niet. Maar bekend waren we wel. Maar of ik de bekendste was, dat is een ander verhaal. Wie is dat dan? Dat weet ik verder niet. Maar goed, onze zaak bestond natuurlijk al jaren. He, mijn vader die was dus vroeger wethouder. En die naam die leeft natuurlijk altijd nog een beetje langer. Dus ook het verenigingsleven heb je altijd daadwerkelijk gesteund. Ik kom dus uit een familie vandaan, daar dus vrij veel sterk in het verenigingsleven was. Een oom van me die was dus van de muziekvereniging, die was ook van de Bond van Zuid-Holland. En een andere oom van me die was dus van de LTB, dus de land- en tuinbouw. En mijn vader zat dus in het gemeenschapswerk, voor de gemeenschap was hij dus in touw. Als ik nu zeg Langeraar, dan sluit u af met de woorden? Nou, het is een geweldige gemeenschap en houdt hem dus leefbaar. Dat vind ik dus het belangrijkste wat we dus in de toekomst moeten naijveren.